Yes, dames en heren, het is je boy Mick en welkom weer terug bij de Micro Survival met Jesse en Giel hier in Schaapstad. En er staan hier gelijk drie bordjes voor mij. Giel en Mick, trol mij nog één keer en je hebt een probleem. Dit is namelijk nog niks. Ik heb heel veel diamonds, dus wees maar bang. Oké. Jesse heeft dus heel veel diamonds. Bedankt voor dat te vertellen. In ieder geval, ik ging mijn huis in en ik zag gelijk dit. Wat is dit nou weer? Echt, waarom zou iemand dit doen? Het is niet eens grappig. Allemaal water in mijn huis en ook nog eens drie zombies. Wat de hel? Oh nee. Ah! Drie zombies. Ga dood. Ah! Ah! Oké, nog één keer eten. Zo. Oeh, oeh. Ik weet niet wie het zo grappig vond om maar water in mijn huis te doen, maar je bent niet grappig. Zelfs bij mijn schapen. Hé, mijn schapen zijn terug trouwens. Wat? Oké, even kijken. Wat staat hier bij mijn schapen? Hier, je domme schapen. Ik wil nu Mr. Doggo terug. Oké. Ik had dus met Jesse de deal, want ik had Jesse's hond gestolen. En ik zei toen tegen Jesse van, ik geef je hond terug als je mij mijn schapen teruggeeft. Nou, zoals we zien heeft Jesse mijn schapen teruggegeven. Dus ik ga hem nu ook Mr. Doggo teruggeven. En Jesse vertelde net dus eigenlijk via die twee boordjes tegen mij en Giel dat hij heel veel diamonds heeft. Nou, ik ga dadelijk even bij Jesse zoeken waar al die diamonds dan liggen. Ik denk dat hij er wel een paar kan missen. In ieder geval, laten we even Mr. Doggo terugbrengen. Hier hebben we Mr. Doggo. Mr. Doggo Junior, nieuwe osso. Mr. Doggo, de schapen zijn terug. Dus ik ga jou ook weer terugbrengen. Dus dan moeten we even iets pakken om Mr. Doggo naar me toe te brengen. Hier heb ik een mooie lie. Oftewel een riem. Kom maar hier, Mr. Doggo. Even kijken. Riemetje om. Let's go. En dan ga ik je terug in je hok zetten naar Jesse. Kijk eens aan, meneer Doggo. Kom. Kom, meneer Doggo. Meneer Doggo. Waar is je riem nou? Waar is je riem nou? Wat? Ik had een riem om met je. Zijn riem is opeens verdwenen. Mr. Doggo, heb jij nou die riem opgegeten? Je moet weer je hok in. Kijk, hier hoor je te slapen. Oké, meneer Doggo, ga jij maar even lekker zitten? Ik weet nou niet, waar is je riem? Nu heb ik geen riem meer. Ik pak wel hier gewoon een boon. Die volg je ook wel, denk ik. Waar ben je? Hier, kom maar. Kom, meneer Doggo. Kom. Nou, hier, kom. Hier, je hok in. Kom, meneer Doggo. Ja, goed zo. Kijk, hier zitten. Zo, goed zo. Nou, meneer Doggo is weer terug bij Jesse. Ik hoop dat Jesse er blij mee is. En ik zie ook dat Giel allemaal lava over zijn huis heen heeft. Volgens mij heeft Jesse bij mij gewoon al dat water gedaan. En bij Giel al dat lava. In ieder geval, laten we deze bordjes weghalen. Want het zijn geen domme schapen. Jesse met zijn domme schapen. Dit zijn gewoon de beste schapen die er zijn. Namelijk de mooiste gele schapen. Hashtag Team Geel. En door al dat water is mijn tapijt ook weggegaan. Mijn mooie gele tapijt. Oké, voordat we bij Jesse de diamonds gaan checken, moet ik even mijn farmpje opnieuw doen. Hè? Want we moeten wel choppen. Kijk eens. Ah, lekker farmen. Boer Mick. Hey. Tappa, 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 tap. En dan kan ik even die schaapjes een leuk baby schaapje gaan maken. En die gaan we dan ook natuurlijk geel maken. En dan hebben we dus drie schapen. Want als ik volgens mij bij Jesse en Giel kijk, hebben we veel meer schapen dan ik. En dat is niet goed. Ik moet namelijk de meeste schapen hebben. Want ja, Team Geel is gewoon het beste team dat er is. Kijk eens. Hier hebben we 64 wheat. Kijk eens aan. Jullie twee. Zo, hatseflats. Ga maar even lekker hatseflatsen. Bang, bang. En mijn baby schaap. Ja, ja. Kunnen jullie nou dat nog een keer doen? Nee. Dan moet ik even wachten. Oké, laten we nu even naar Jesse toe gaan. Want Jesse, die heeft als het goed is ergens diamond. Jeep Broeker staat hier. Wat is dat nou weer? Jesse heeft een heel saai huis tot nu toe. Ik zie ook helemaal geen chest en niks. Dit is zijn farmpie. Oké, mooi. En hij heeft... Hoeveel schapen heeft hij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hij heeft gewoon 8 schapen. Wai, yo. Hey, dat is echt ziek veel. Oké, als ik Jesse ben, waar zou ik dan mijn diamonds verstoppen? Ja, onder mijn huis zou ik zeggen. Ik ga gewoon eens naar beneden hakken. Als dit lukt, dames en heren, dan vind ik het echt grappig. Onder je huis. Het is ook nog eens zo, hè? Oh mijn god, wacht. Ik heb bingo. Ik heb hier gewoon bingo. Hier is iets. Hier moet iets zijn. Ik zie alleen helemaal niks, maar hier moet iets zijn. Oh shit. Oké, ik heb wel een stuk wolf, maar oké. 16 diamonds! Oké, wacht. Ik moet er niet zoveel jatten. Even kijken. Als ik er nu... even kijken. Als hij er 13 heeft, dan heeft hij het waarschijnlijk niet in de gaten, denk ik. Heb ik gewoon 3 diamonds? Kan ik een pickaxe of iets in die richting van maken? Nee. Trouwens, ik jat 2 diamonds van hem. Dan kan ik namelijk een diamond zwaard van die 2 diamonds maken. Maar ik heb gewoon diamonds! Oh mijn god. En ook eten. Oeh, ik wil eten. Eten is gewoon belangrijk. Je moet altijd kunnen eten hebben. Waarom heeft hij zoveel ovens? Dat is echt nergens voor nodig. Ook in eentje zit maar iets. En ook... Mijn
één chest. Jesse zegt wel allemaal dat hij heel veel heeft, maar het valt eigenlijk best wel mee. Wat hebben we hier dan nog? Hier hebben ze een mine, of niet? Hij heeft hier één zieke mine. En hier ook een creeper. Kom op. Hebben we die creeper killen? Want ja, misschien moet ik in de toekomst nog TNT maken. Hoppakee. Oh, ik krijg helemaal niks van. In ieder geval, ik heb hier wat toortjes. Laten we even deze mine gaan kijken. Misschien kunnen wij gewoon nog meer diamonds vinden. Dat zou echt top zijn. Het ziet er namelijk niet echt naar uit dat Jesse nog echt goed door deze mine heeft gekeken als ik zo kijk. Maar ik heb eigenlijk ook even wat meer toortjes nodig. Want ik heb er nu nog maar één. En dat is niet goed, hè? Kijk eens hoeveel hier nog is, jongens. Superveel iron. Laat ik dat allemaal even verzamelen. Ik heb hier ook wat kool. Oh, dat is ook even handig. Ik ga gewoon even lekker minen, dames en heren. En ik denk ook dat ik even dadelijk een diamond zwaard ga maken. Van dus die twee diamonds die ik van Jesse heb gestolen. Ik hoop niet dat Jesse erachter komt. Want ja, Jesse waarschuwde hem al net via een sign, zeg maar. Die heel veel diamonds heeft. En op zich, 16 diamonds is echt best wel veel. Maar misschien kan ik nu even minen en vind ik straks ook even wat diamonds. Dat zou wel top zijn. In ieder geval, wat ik eerst even moet gaan doen is een soort van... Ik wil zeg maar mijn eigen ingang naar deze mine. Dus ik ga je even omhoog bouwen. Kijk eens aan, dames en heren. Nu heb ik mijn eigen ingang naar deze mine. Oh, en deze is ook nog wel best wel een goede verre afstand van dus Jesse. Wat is dit? Oh, dit is gewoon een village. Ik dacht al, wat is dit nou weer? Deze village heb ik nog nooit gecheckt eigenlijk. Huh? Oeh, hier ligt gewoon een extra bed. Oh, die neem ik gewoon mee. Waarom ook niet? Een mooi kampvuurtje. Die wil ik ook hebben. Ik denk met een pick... Kan ik dat met een pickaxe doen? Oh nee, dat... Nou heb ik hem verneukt. 24 kool. Oh, wacht. Dat had ik al. Even kijken. Zijn deze... Ja, tuurlijk. Dit is al lang geloot, Mick. Dit is waarschijnlijk in de eerste aflevering al geloot. In ieder geval, ik heb hier nu wel een ingang. Wacht, ik neem dit zo mee. Kijk, hier hebben we nu een ingang naar dus... ja, die mine van Jesse. En om het te onthouden, plaats ik er gewoon dit. Kijk, nu weet ik altijd waar het zit. En het zit dus achter Jesse's huis. Oké, okay, nice, nice, nice. Laat ik even naar mijn eigen huis toe gaan. En ik ga iets heel moois maken. Ik ga hier namelijk eventjes naar beneden. Eerst even wat eten, want ik heb honger. Lekker gegeten. Oké, okay, dan gaan we hierheen. En dit trouwens, dit moet ik ook even eerst doen, want het is lelijk. Zo, hoppakee. Gaan we even wat toortjes maken. Waar heb ik mijn hout? Ik heb geen hout meer. Iemand heeft al mijn hout. Iemand heeft ook al mijn shit hier gestolen. Wat? Gelukkig heb ik zelf nog aardig wat iron en gold. Maar hier zat sowieso dingen in. Heel mijn chestkamer is al leeg geplunderd. Wat de hel? Al mijn hout is ook weg. Wat is dit nou weer? Meen je niet? Mijn steen is er wel nog. Maar mijn hout is gewoon gejat. Ik heb gewoon geen hout meer. Oké, okay, dit moet je niet bij mij doen. Nu ben ik wel aardig even pist hoor. Wie heeft mijn hout? Sowieso Giel. Die vieze vee. Ah! Giel. Waar is mijn hout? Waar is mijn hout? Wat heb jij hier allemaal nog gebouwd? Wat is dit? Oh, hier ga ik niet naar boven. Jij hebt sowieso ook ergens een geheime kamer. Het moet haast wel. Ik dacht, kijk eens aan. Oh, wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Hier hebben we een chest. Oké, wat heb ik ontdekt? Haha, 3 diamonds. Hier gaan we er ook eentje van meesnoepen. Dit was niet eens mijn bedoeling, dames en heren. Oh mijn god. Maar Giel heeft al zoals... Giel heeft ook helemaal geen hout. Hoe kan niemand hout hebben? Jesse had ook helemaal geen hout. Of iedereen heeft het in zijn inventory. Waarschijnlijk dat. Zo, weer gefixt. Maar hier, ligt helemaal geen hout in. Alright. Nou ja, dan moet ik even wat bomen gaan hakken. Het is maar eenmaal zo. Ik kan ook niet even snel makkelijk iets... Gelukkig is hout niet het meest zeldzame in Minecraft. Dus ik heb het zo gevonden. Oké, wacht. Dan kunnen we nu even dit doen. Zo, hopsakee. En dan doe ik zo... Heb ik wat sticks. En met die sticks maak ik even een houten axe. En ga ik nu even heel veel hout fixen, dames en heren. Ik wil namelijk even wat toortjes maken en nog even in de mine. Ik wil gewoon even heel veel diamonds hebben. En ik wil nog een extra geheime chest room maken. Namelijk de chestkamer die ik nu heb is niet echt geheim. Ik heb nu meneer Doggo trouwens teruggegeven. Dus ik denk dat ik van meneer Doggo zijn huis ga ik een chestkamer maken. Dat is mijn plan. Is dat een goed plan? Ik vind het zeker een goed plan. En daar ga ik gewoon al mijn diamonds en alles opslaan. Oké, kijk eens aan jongens. Ik heb nu 33 hout. Dat vind ik meer dan genoeg. Ga ik nu even terug hier. Kan ik even wat... zo, waar is mijn hout? Daar is mijn hout. Doe ik even de helft. Daar ga ik even planks van maken. Kijk eens aan. En van die helft ga ik even sticks maken. En daarmee ga ik even toortjes maken. Kijk, nu hebben we meer dan genoeg toortjes. Ga ik nu even naar mijn chestkamer. Even kijken, want de schapen die zijn ook weer wat ouder geworden. Dus nou kan ik weer nieuwe schaapjes maken. Aan, hoppakee, en hebben we al 4 schapen. Jazeker. Oké, dat is nice. Let's go. Kan ik jou ook groter maken met dit? Is dat een ding? Volgens mij niet. Je wordt alleen gewoon heel blij. Hij heeft gewoon heel veel opgegeten nu.
Oké, even kijken. Hieronder in de chestkamer, hier beneden, gaan wij dus nog een geheimere chestkamer maken. Zo, hatsenflats, kijk eens aan. Eventjes dit, zo. Hier even een extra mooie... Zo, ik heb geen ruimte meer. Een extra mooie crafting table. Met die crafting table maken we even wat chests. Zo, gewoon één grote chest waar gewoon al mijn echt belangrijke spullen in komen. Ja, daar doe ik dan even die diamonds in, die iron. Gewoon dit soort dingetjes. Kijk, dit moet gewoon even goed opgeslagen zijn. En dan doen we hier zo nog een bordje maken met secret room. Oftewel, dit is de echte geheime kamer. Ja, achter deze kamer kom je ook niet zo snel achter. In ieder geval, ze konden Mr. Doggo niet vinden. Dus hij zit best wel goed verstopt. Oké, laten we nu even gaan minen, dames en heren. Oh, wow, wow, wow. Maar voordat we gaan minen, wil ik trouwens nog één dingetje even snel doen. Oh, wacht. Ik heb nou die diamonds. Laat maar. Ik ga eerst gewoon even lekker minen. En dat is achter Jesse zijn huis. En ik ga een schaap killen van Jesse zonder reden. Oh, niet meneer Schapie. Ik heb gewoon zin om een schaap te killen van. Heb jij weer een schaap minder? Hahaha. Goed is, zit hier ergens... Yes, dat ding. Het was achter Jesse's huis. Het was een beetje in de buurt van die village. Er moet hier ergens zijn. Hier moet ergens de ingang zijn naar die mine. Kijk, 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 kijk. Daar is het. Daar is het. Let's go. Oké, dan gaan we hier naar beneden. En dan ga ik hier ook even wat toortjes plaatsen, zodat we gewoon licht hebben. Wacht, ik doe dit. Dat is nog makkelijker. Oké, nice, nice, nice. Kijk, kunnen we hier even... We gaan gewoon heel veel verzamelen, dames en heren. Ik ga gewoon eerst even deze mine helemaal uitspitten. Volgens mij zitten hier nog wel wat zeldzame dingetjes. Volgens mij heeft Jesse hier helemaal nog niet gekeken. Of hij had hier de diamonds gevonden. Maar de iron en zo heeft hij allemaal laten liggen. En ik vind iron en zo vind ik ook gewoon belangrijk. Dus ik neem dat gewoon lekker mee, hoor. Kijk, alleen maar voor hem mee. 100% dames en heren, dat ik hierna de meeste iron heb van iedereen. Ik weet het 100% zeker. Kijk hoeveel iron je hier hebt. Wow, yo. Oké, we hebben nu al 24 iron. Let's go. Laten we hier kunnen we helemaal naar beneden. Daar is nog niemand geweest, denk ik. Oh, hier hebben we weer wat iron. Let's go. Ik wil zo graag even wat diamonds vinden. Dat zou ik zo leuk vinden. Dat is wel gewoon eigenlijk mijn doel. Kijk, die iron is allemaal leuk. Maar diamonds is toch wel iets... Ik moet gewoon de meeste diamonds hebben, eigenlijk. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh, nee, mobs. Oh, nee, mobs. Oh, nee. Oké, hier hebben we ook lava. Oh, dat vind ik maar één. Even kijken. Hier groeien gewoon... Wat? Hier groeien gewoon planten. Zo, hier kan je echt heel veel naar beneden. Maar je komt helemaal nergens uit. Dat is een beetje jammer. Oké, laten we even teruggaan. Wat hebben we hier nog allemaal? Ik neem jou mee. Mooie plant. Je bent mooi geel. Oké, hier hebben we nog een skelet. Die gaan we even killen. Zo, hoppakee. Nog eens water. Maar dat gaat ook nergens heen. Laat ik hier eens gewoon verder gaan minen. Waarom ook niet? Volgens mij moet ik ook wat meer naar beneden. Namelijk de beste hoogte of de beste... verdieping voor iron of voor diamonds was ook alweer. Wat was het ook alweer? Tussen 2 en 16 zijn diamonds te vinden. En ik zit nu nog op 35. Dus ik moet nog echt een stuk omlaag. Dat is trouwens een tip. Tussen 2 en 16 zitten diamonds. En volgens mij zitten de meeste tussen 12 en 13. Komt even de Minecraft nerd in mij naar boven, hoor. Alleen ik heb geen... Oh, maar goed, wacht. Ik moet even nieuwe pickaxe maken. Maak er gewoon een stenen pickaxe, joh. Waarom ook niet? Oh, 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 jongens. We hebben weer een nieuwe mine gevonden. Een nieuwe cave, of hoe je het ook wil noemen. Ik krijg gelijk heel veel kool hier. Oké, nice. Ik was gewoon naar beneden aan het hakken en opeens kwam ik erin. Dus dat is super nice. Oké, laten we even gaan kijken. Hopelijk is die groot. Oké, hij is aardig groot volgens mij. We hebben hier weer iron. Ik laat gewoon even liggen. Ik wil gewoon even op ontdekkingsrace. Wat is hier boven? Is hier nou een toortje geplaatst al? Nee, dit is lava. Oké. Ik dacht al, is hier nou al iemand weer geweest? Maar dat lijkt me ook sterk, want dit is echt heel diep onder de grond. Hier is 100% nog niemand geweest. Oh nee, ik sta aan de fik. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah! Wacht, snel brood eten, dat ik meer HP heb. Oh god, oh god, oh god. Oké, volgens mij ga ik niet dood, toch? Nee, 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 dit komt goed. Oeh, dat scheelde niks, hoor. Kom op, gun me even wat diamonds. Hier, oké, hier was gold. Die ga ik sowieso even hakken. Maar nergens, nergens is diamonds. Ik wil diamonds, bro. Ik zit nu wel op de hoogte waar diamonds zouden kunnen komen. Oké, we kunnen hier nog meer naar beneden. Laten we even gaan kijken. Oké, laten we gaan kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, oh, kijk eens. Dames en heren, wat hebben we hier? We hebben hier een hele... Oh mijn god. We hebben hier zo'n hele rail, zeg maar. Oh, we hebben echt verre uit de jackpot, dames en heren. Laten we even hier wat verder gaan kijken. Misschien heb ik hier nog wat gemist. Hier kon ik nog naar boven. Gaat dit nog verder? Nee, dat niet. Even kijken, hebben we hier nog wat? Die gaat ook nog... Ah, yes! Yes! En dat zijn er ook nog veel ook. Dit zijn er gewoon al 5. Oké, wacht. We moeten snel... Oké, wacht. Ik moet dan even een crafting table maken. Ja, zo, hoppakee.
En dan moet ik even een oven gaan maken. Zo, hoppakee. Ja, ja, ja. Hoppakee. En dan moet ik even... Heb ik nou geen kool? Kan ik ook mee, toch? Ja, zeker. Oké. Zo, even wat sticks mee maken. En dan moet ik eventjes 3 iron hieruit krijgen. En dan kan ik de diamonds hakken. Let's go. Oh, hier hebben we nog een zombie. Maar dit is nice, dames en heren. We hebben diamonds gevonden. Let's go. Happy dance. Happy dance. Ja, la, 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 la. We hebben diamonds. Oh, hier ben ik echt super blij mee. Okay, hopsakee. 3 diamonds. Let's go. Of 3 iron bedoel ik. Daar maken we nu een pickaxe van. En kijk eens aan. Dan gaan we nu deze diamonds hakken. Ja hoor. Woehoe. Kijk eens. Hoppakee. Oh, ik kan ze niet meer oppakken. Hier, die sticks weg. Let's go. 5 diamonds. Oké, ik ga snel weer terug naar mijn huis, dames en heren. Ik ga deze diamonds in de geheime chest doen beneden. Want ik wil nu niet doodgaan. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Het is een super succesvolle aflevering. Want ik heb gewoon 8 diamonds. Ik zeg zoals altijd. Mick out.